Heren, we gaan het hebben over ons viooltalent hier aan tafel. Want om toegelaten te worden tot het conservatorium moet je aanbevolen worden. En een van de beste docenten, die ook violiste Janine Jansen heeft grootgebracht, hoorde Eline spelen en die dacht, nou, die moet op het conservatorium. Toch, Eline? Ja. Maar even, want jij bent 7 jaar oud en nu al naar het conservatorium. Hoe kan dat dan? Want je moet toch ook nog gewoon naar school? Ja. Hoe ga je dat dan doen? Misschien gewoon naar school. Want dan kunnen ze dat wel een soort van inroosteren. Dat je overdag naar school gaat en dan daarna nog lessen volgt. Ja. Want hoe vaak speel jij nu dan viool? Als ik les heb, dan doe ik wel 2 keer. Maar als ik gewoon normale dag heb, dan doe ik maar 1 keer. En dan doe je dat 's ochtends of 's avonds eventjes? Ja. Want ik vind vioolspelen prachtig. Ik heb het vroeger ook gedaan op jouw leeftijd. Wat vind jij er zo mooi aan? Je kan eigenlijk alles doen wat je maar wilt. En je kan laten horen wat je voelt. Laten horen wat je voelt? Maar dat lijkt me tegelijkertijd ook heel erg lastig. Dat lijkt me eigenlijk het moeilijkste van een muziekinstrument spelen. Hoe doe je dat? Nou, als je een beetje verdrietig voelt, dan kan je verdrietig spelen. En als je een beetje vrolijk voelt, kan je vrolijk spelen. En voel je dat dan ook zelf in je lichaam? Voel je dan ook een beetje verdrietig of vrolijk? Ja. Ja? Nou, we zijn heel erg benieuwd. Want even voor de mensen thuis, ze is echt heel erg groot. Ze heeft ook al echt grote prijzen gewonnen. De muziekwedstrijd bijvoorbeeld van het Prinses Christina Concours en het Florence Concours. Wat ga je nu op dit moment spelen? Ik ga La Cinquantaine en nog Cavotte spelen. Ja, volgens mij 1 stukje daarvan, hè? Nou, ik zou zeggen, ga lekker staan met je viool. Want het is heel grappig, want je wilde eerst het ene liedje spelen, maar toen heb je op het allerlaatst nog bedacht, nee, ik ga toch iets anders spelen. Nou, we zijn heel benieuwd. Pak vind je viool het erbij. Vind je het leuk op school? Vind je het leuk? Goed zo. Ja, de viool ligt hier achter. Die is natuurlijk nu wel goed gestemd, dat is fijn. Nou, je mag weer op de stip gaan staan. Het lijkt net een talentenjacht. Nou, hier is Eline uit Zeist, dus ze is echt van ons. Ik zou zeggen, ga helemaal los op je viool. Ja, en daar zit ook even dat boze stukje in. Bedoel je dat? Dan voel je ook echt even een beetje krachtig? Ja. Heel erg mooi. Echt superknap. En als het mee zit, ga je in september beginnen, toch? Ja. Met het conservatorium. Jeetje, Mina. Nou, we zijn er helemaal stil van.